Nou, ik denk dat zonne-energie steeds belangrijker wordt, met name in de gebouwde omgeving. We zien ook ontwikkelingen met het ontstaan van zonneparken op braakliggende stukken terrein. Dat kan een belangrijke factor worden, maar ik denk dat we ook de daken voldoende moeten gaan benutten. Ja, daar zijn er eigenlijk talloze van. Ik zou er niet één willen noemen. Volgens mij moet je tegenwoordig gewoon om je heen kijken en je ziet ze overal liggen. Dus het wordt echt steeds belangrijker. De technische ontwikkelingen zullen doorgaan, maar in de basis hebben we denk ik al gewoon voldoende techniek om zonne-energie echt te gaan benutten. Het zal ook steeds vaker benut gaan worden met betrokkenheid van burgers en gewoon lokale individuen. Ik denk dat het voor de gebouwde omgeving een hele belangrijke factor wordt. Percentages wil ik niet noemen, maar ik denk dat het een hele belangrijke energiebron is voor particuliere woningeigenaren. Ik heb daar veel vertrouwen in, met name nu we ook de ontwikkelingen zien dat mensen die niet een eigen dak hebben, ook zonne-energieprojecten op scholen of weides, indien we die kant op willen, kunnen gaan ontwikkelen. Met persoonlijk ook een eigen rendement, maar ook een eigen duurzame energie dus bij hun in de buurt kunnen opwekken.